en bij mij in de studio Jan Bertels van SPA. We gaan het hebben over chemseks. Wat is dat precies, chemseks? Chemseks is een fenomeen dat ook in Vlaanderen in opmars is. En het gaat eigenlijk om seksuele activiteiten, voornamelijk tussen homomannen, waarbij ze ook gebruik maken om de sensatie te vergroten, tussen aanhalingstekens, van voornamelijk chemische middelen, van drugs eigenlijk. En ze gebruiken die door elkaar? Ze gebruiken die door elkaar. In de negatieve vorm gebruiken ze heel veel middelen door elkaar. En in de extreme vorm gaan die chemsexparties, die meestal georganiseerd worden via online data's, gaan die zelfs meerdere dagen door, waardoor ze het realiteitszin en bewustzijn als het ware kunnen verliezen. En dus is het problematisch? Het is dus problematisch. Het gaat één om het gaat niet voor iedereen, maar voor sommigen om problematisch druggebruik. Dat is al een probleem. Maar het heeft ook gezondheidsgerelateerde negatieve gevolgen. Zoals? Sommige mensen krijgen lichamelijke tekortkomingen, ook psychische tekortkomingen, verliezen het bewustzijn, kunnen niet meer stoppen met middelen innemen, want spijtig genoeg is de vaststelling dat er meer mensen steeds meer middelen nodig hebben om dezelfde sensatie te beleven dan dat er mensen zijn die kunnen afstappen van de middelengebruik. En dan denk ik ook aan SOAS. Waarbij er risico's zijn met betrekking tot onbeschermde seks, condooms die vergeten worden, al dan niet bewust, waarbij er ook HIV-infectie meer kan overgedragen worden en effectief de SOAS, de seksueel overdraagbare aandoeningen, dat die terug sterk kunnen toenemen. Ja, het is een redelijk nieuw fenomeen, maar het is vooral in opmars. Of het is geen nieuw fenomeen, maar het is voornamelijk in opmars. Zijn er cijfers? Er zijn in Vlaanderen nog geen echte cijfers. Men is bezig, zijn SOA bijvoorbeeld, is bezig met een onderzoek te doen om het probleem in kaart te brengen. Maar we weten uit ervaringen in Nederland bijvoorbeeld, waar het al bestaat, dat het problematisch is. En in het Verenigd Koninkrijk is het nog problematischer. Het is blijkbaar overgewaaid vanuit het Verenigd Koninkrijk. En in het Verenigd Koninkrijk zijn er al jaarlijks doden gevallen met deze chemsexparties die uit de hand lopen. Het lijkt mij moeilijk om die cijfers in kaart te brengen, net omdat die parties achter gesloten deuren plaatsvinden. Het zijn vaak privéfeestjes. Het zijn dikwijls privéfeestjes, maar er zijn ook datingsites waar kan afgesproken worden. Want als het gaat om partners die regelmatig chemseks doen met elkaar en dikwijls dezelfde partners, is nog een ander geval dan wanneer men een chemseksparty organiseert met dus aanhalingstekens Jan en Alleman, waarbij er onbekenden toekomen, die lopen nog veel meer gevaar. Maar het is een fenomeen dat in kaart moet gebracht worden en we moeten dat dringend aan doen, want het heeft gezondheidsrisico's, niet alleen voor de betrokkenen zelf, maar ook voor mensen die een seksuele relatie aangaan met die personen zelf en ook voor de personen zelf, want ze kunnen daar bijvoorbeeld hun arbeid, hun werk door verliezen, ja, omdat ze niet meer in een toestand zijn om behoorlijk te kunnen functioneren in de maatschappij. Ja, maar Vlaanderen zit nog maar in de eerste fase van namelijk de cijfers in kaart gaan brengen. Dan hebben we het nog niet eens over de hulpverlening, want bestaat er al professionele hulpverlening voor deze mensen? Dat is een van de problemen, vandaar dat ik het ook ter sprake gebracht heb in de commissie vandaag. We moeten het probleem erkennen. We moeten aanvaarden dat er ook in Vlaanderen een probleem kan zijn voor mensen die aan chemseks doen. Daarna moeten we sensibiliseren en op zoek gaan naar laagdrempelige hulp. Ja. Want nu gebeurt die hulp door de AIDS-referentiecentra, maar niet iedereen binnen die doelgroep wordt getroffen met HIV-infectie. Dus ook de anderen moeten we kunnen bereiken. En vandaar dat ik aan de minister ook gevraagd heb van ga alsjeblieft kijken over het muurtje. In Nederland bestaat er zoals al iets als polyklinieken die daarvoor werken en die mensen een babbeltje kunnen komen doen, want die moeten ook de schroom overwinnen om daarover te praten en op zoek te gaan naar hulpverlening. Maar die laagdrempelige hulpverlening die ze in die polyklinieken daar in Nederland hebben, die kunnen dan doorverwijzen naar professionele hulp. Bij ons is die ketting, die schroom om hulp te zoeken en te krijgen, nog veel te groot. Dus daar moeten we sterk op sensibiliseren dat werken en die toeleiding naar de professionele hulp beter verzorgen. Ja, want nu moeten ze het voorlopig gooien met praatgroepen, begrijp ik. In Brussel heb je een praatgroep, onder andere Let's Talk About Chemsex. Maar dat zijn dus mensen die zichzelf organiseren. Ja, maar dat is meestal niet het probleem, want effectief niet iedereen die aan chemsex doet, is onmiddellijk een problematisch geval. Maar er zijn wel risicogevallen. En die risicogevallen nemen toe. De mensen die zichzelf organiseren, die kunnen zichzelf waarschijnlijk organiseren. Maar we moeten voornamelijk ervoor zorgen dat ook die mensen die problematische gevallen riskeren te worden of geworden zijn, dat die ook uit
die donker te kunnen treden en dat die hun verhaal kunnen doen en dat die toegeleid worden naar de professionele hulpverlening. En daar hebben we nog zeker werk aan de winkel. En ik ben blij dat de minister ook erkent dat er een probleem is, dat er sensibilisering komen, maar het zou iets sneller mogen gaan. De studie loopt nu tot eind december 2019 en daarna moet de hulpverlening nog aangepast worden. Maar zowel de drugshulpverlening als zeker ook de preventieve gezondheidszorg, hulpverlening, die moeten iets sneller aangepast worden wat ons betreft. Dus daar blijft u een beetje op uw honger zitten wat betreft het antwoord van de minister? Daar blijven we nog een beetje op onze honger zitten. Hij verwijst naar het onderzoek, dat is goed dat het in kaart gebracht wordt, maar we moeten niet wachten op onderzoek om de problemen nu al aan te pakken en professionele hulpverlening te geven voor de mensen die het nodig hebben en die daarna vragen. Ja, maar ik begrijp, VAD en Sensoa zijn er stilaan mee bezig. Ze zijn er mee bezig. Het is ook en dat is goed, de website van VAD die zelf gewezen heeft op het probleem en zelf heeft gezegd van oké, mensen die het probleem hebben, kom naar ons toe. Voor het drugsaspect dan, maar ook in preventieve gezondheidszorg moeten we het fenomeen bekendmaken en mensen daartoe bewegen op zoek te gaan naar professionele hulp indien zij die nodig hebben. Oké. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.